In deze instructievideo laten we u zien hoe u de Honeywell Round Modulation als thermostaat aansluit op uw cv-toestel en monteert aan de wand. De Honeywell Round Modulation is geschikt voor openterm cv-toestellen. Raadpleeg allereerst de handleiding van uw cv-toestel of de Honeywell aansluitbel of de Honeywell infolijn of uw ketel daarvoor geschikt is. De Honeywell Modulation als round wordt geleverd met een grondplaat die u van elkaar kunt scheiden door de thermostaat licht naar beneden te duwen en zo van de grondplaat af te kantelen. Dan worden ook de aansluitingen zichtbaar, twee schroefpunten voor een inbouwdoos of de standaard aansluitingen voor schroefbevestigingen op de wand. De aansluiting A en B voor aansluiting op openterm modulerende ketels. De grondplaat monteert u op circa 1,5 meter hoogte boven de vloer op een plek met voldoende luchtcirculatie, dus niet achter een kast of in een zogenaamde dode hoek. Ook niet in de nabijheid van warmtebronnen, zoals een radiator, een tv-toestel of een lamp. En voorkom ook direct zonlicht op de thermostaat. Zorg ook voor dat hij niet in de nabijheid van koude bronnen is, zoals een onverwarmd vertrek aan de andere zijde van de muur, koudwaterleidingen of eventuele tocht door de aansluitopening zelf. Nou, heeft u dat juist gekozen, dan wordt de thermostaat op deze wijze afgemonteerd. De aansluiting van de thermostaatdraden op A en B, waarbij polariteit of kleur niet uitmaakt, zolang het maar de aansluiting openterm bij de ketel betreft. Voor u die aansluiting bij de ketel controleert, trekt u eerst de stekker uit het stopcontact van uw cv-toestel en bevestigt daarna de draden. Pak dan de thermostaat en plaats die terug op de onderste twee nokjes en druk hem aan tot klik. Op deze wijze. Nou, plaats dan de stekker van uw cv-toestel weer terug in het stopcontact. Dan duurt het even voordat het scherm weer opstart. Dan wordt ook de ingestelde temperatuur getoond en vervolgens de heersende temperatuur in de ruimte. De Honeywell Round Modulation toont altijd de heersende temperatuur in de ruimte. De ingestelde temperatuur kunt u wijzigen door de instelling naar rechts te draaien voor een hogere, warme temperatuur of naar links te draaien voor een lagere, koudere temperatuur. De instelling wordt opgeslagen en actief, alleen de heersende temperatuur wordt altijd getoond.